We zijn vandaag bij de hoofdsponsor van de Kooi Show Noord. De Kooi Cave Kooi Show Noord, die 17 juli in Tietjerk gaat plaatsvinden. En ja, het wordt wel een keer tijd om, jou in het, in het zonnetje te zetten. Welkom. En los daarvan, om je gewoon eens te bevragen over het Aquamaster voeren. Ja. Dus we zijn best wel blij dat we de gelegenheid hebben om met je in gesprek te gaan. Zeker. Nou, laten we maar gelijk van start gaan. Ja, brand los. Waar komt Aquamaster vandaan? Wat is de historie van het merk? Aquamaster. Moederbedrijf is zo'n 54 jaar geleden begonnen. Een voedselproducent. Nu de grootste van Taiwan. En daaruit, ja, die hebben een hele hoop merken wereldwijd. Zo'n 30 jaar geleden is Aquamaster daar uit voortgevloeid. Eerst begonnen met het aquariumvoer. En toen het kooivoer. Maar daarnaast nog schildpadden, palingvoer, ook opkweekvoer voor de voedselindustrie echt. En 30 jaar verder denk ik dat het zich aardig heeft gepositioneerd. Sowieso in Azië, Amerika, Europa loopt iets achter daarin. Maar dat is uiteindelijk wat vandaan komt, ja. Ja, want het bestaat al 30 jaar ten aanzien van voer voor vissen en inmiddels en dan inderdaad ook al jarenlang voor kooi. En als je inderdaad, ik heb natuurlijk vooral wat voorwerk ook gedaan. Het is in Amerika, in Aziatische landen, is het echt een enorm groot merk. Ja, dat is echt heel groot. Als je ook kijkt in Taiwan, gewoon complete Aquamaster shows. Het is Zuid-Afrika trouwens ook echt heel groot, wat daar gebeurt. Echt heel veel landen. Ook landen waarvan misschien de gemiddelde kooihobbyers zou denken van, hè, doen ze daar wat? Maar dat is echt groter dan we denken. En omdat we het dan hier misschien niet nog zo heel lang kennen, betekent dat niet dat het er niet is, maar het is echt, het is terecht, ja. In 1995, Uni President established a sole proprietorship, Shengshan President Enterprise in Guangdong, China, providing high-end aquatic feed and first-rate service for farmers and hobbyists who are interested in koi and ornamental fish. Its professional production stems from the endless pursuit of detail. With 9 production lines, advanced superfine pulverized equipment, and vacuum oil coating technology, the Enterprise has refined its way of production to make highly qualified products. Uni President provides safe, clean, and comfortable work environment for employees. The Enterprise also has the principle that it never accepts inadequate raw material and never releases an unqualified finished product. Uni President employs an inventory tracking system that aims to directly supervise on the source of products. The system has been approved by the ISO 22000 and the US FDA, thus ensuring the high quality of products. Uni President believes that the key to win the competition in the market is in the research and development department, whose robust innovative capacity has been the backbone of this 50 years company. We keep pursuing the optimum quality of aquatic feed and increasing customers' benefits to the largest degree. Toen wij elkaar voor de eerste keer ontmoetten, toen, dat is alweer een half jaartje terug denk, toen vertelde je me echt een super gaaf verhaal van, want dat is eigenlijk ook wel zo'n vraag van, over Aquamaster is één ding, maar Aquamaster Benelux, ik bedoel wat jij bent, hoe is dat ontstaan, Justin? Ja, dan gaan we denk ik een jaar of 6 terug. Zoiets. Ja, toen voerde ik het gewoon. Ik ben ook uiteindelijk begonnen als hobbyist. Ja. Via, joh, probeer eens, hè, want je probeert eens wat. En dat beviel me zo goed, alleen het was gewoon lastig te krijgen. Het was echt lastig te krijgen. Dus uiteindelijk na 2 jaar gewoon gevoerd te hebben, ben ik eens gaan kijken van, joh, hè, contact leggen met de fabriek. Denk, misschien kan ik wat voor mezelf kopen. Dat kon. Alleen, dat was dus eigenlijk, je kon het gewoon niet krijgen. Nee. Toen ging je de fabriek gewoon benaderen. Ja. Ik denk, joh, kijken wat ze zeggen. En dat kon. Alleen aangezien hun
geen voorraad houden. Dus ze produceren op bestelling. Kon ik best wat afnemen, maar dat was dan dusdanig veel dat ik dacht van, dat is net te veel voor mijn vijf jaar leven. Dat is best veel. Ja, dus nou, klaar. Dat gaat hem niet worden, dacht ik. Maar dat bleef spoken. Dat bleef spoken en ja, ja goed, daar gaat dan wel een tijd overheen. Toen ben ik toch weer verder met ze gaan praten. Van joh, hè, gewoon het plan uitgedacht voor mezelf. Hoe kan ik... Omdat ik ervan overtuigd ben dat het goed is, kwaliteit is, ik denk van, ik kan nog wel wat toevoegen. Ondanks dat zeker Nederland bulkt van de merken. Hè, er zijn er wel een paar, ja. Dat is gigantisch. Alles gedaan, besproken. Omdat het uit Azië komt, is het bij de douane best wel eens... Nou ja, het eerste wat je krijgt is Rood Kruis, voeding uit Azië. Dus toen heb ik eerst een testzending gedaan, gewoon één doosje. Ik denk, het moet gewoon goed zijn. En toen dat groen licht was, toen is de eerste container hier naartoe gekomen. Ja, hij heeft het gewoon aangeduurd, gewoon gedaan. Ja, ja. Onder het motto, het is kwaliteit, dan kan het ook verkocht worden, klaar. Ja, ja. Nou, we hebben dus de geschiedenis besproken. Ook de geschiedenis, hoe je ermee begonnen bent. Echt natuurlijk een puur ondernemersverhaal, hè? Ja. Met ondernemen met ervaring met import in ieder geval. En je bent niet bang. Als we nu puur praten over het product zelf. Mm-hmm. De product range is vrij breed. Kan je daar iets meer over vertellen? Koi is known as the gem in water. People can even not help but immerse themselves in the natural beauty of koi. To raise a flawless koi, it is necessary to ensure the quality of food, water, environment, and worker. AquaMaster has adopted a scientific formula to produce koi food. With the addition of specific probiotics, the food promotes the absorption of nutrients while inhibiting the growth of harmful bacteria in its intestines, effectively alleviating its stress response. AquaMaster also incorporates balanced amino acids, which effectively accelerate the growth of koi. To further stimulate its growth, AquaMaster koi food includes metabolic factors, avoiding fat accumulated in the abdomen of koi. Water is the most important factor in feeding fish. AquaMaster unique probiotics are supplemented in the food to effectively break down koi excrements, relieving filtration systems' burden and lowering the frequency of maintenance. They fundamentally increase the water quality. AquaMaster has customized exclusive recipes for koi in different raising stage. Color Enhancer enrich the brightness of hymen. High Growth cultivate champion-shaped body for giant koi. Growth promote koi growth while sustaining their colorfulness. Wheat Germ optimize the whiteness of koi and is easy to digest in cold water. Staple satisfy the requirement for a balanced diet. With superb research and development and excellent effective products, the two well-known koi feed brands, AquaMaster and Beodufu, ensure the healthy growth of numerous koi, further livening up the beautiful scenery. Als je praat over koi voer, dan praat je onvermijdelijk ook over iets als houdbaarheid. Ja. En daar heb ik wel eens vaker ook discussies, gesprekken over gehad. Soms is dat werkelijk extreem kort. Dat je echt denkt van, nou ja, hoe kan dat nou? Dat zit in een luchtdichte zak. Ja. En dan zou het dan maar een jaartje meegaan. Ja, dat is sowieso niet het geval. Maar dat is gewoon bij wet is dat vastgesteld. Vanuit Europa. Europa wil het liefst 1 jaar maar vanaf productiedatum op de zak hebben staan. Nou, dat is 2 jaar. Het is echt niet zo dat het na die 2 jaar... klaar is. Nee. Echt niet. Maar goed, om sowieso het feit dat AquaMaster heeft geen voorraad in de fabriek. Die produceert op aanvraag van hun... Dus het is al te vers. Ja, het is dus niet zo. Het gebeurt ook gewoon bij bepaalde fabrikanten. Die hebben containers staan, silo's. Zodra het uit de silo in de zak komt, dan in 1 keer is het dan geproduceerd. Dat is niet het geval. Het is echt gewoon... produceren, verpakken en het gaat weg. Daarbij komt dat we de 1 kilo zakken, dat is wel leuk, die hebben allemaal een sluitstrip. Dus als je hem opent, hè, voor de kleine gebruikers ook, of je wil een keer een zakje testen, je kan hem gewoon netjes weer afsluiten. Ja.
En de 5 kilo verpakkingen, die zitten allemaal per kilo verpakt. Ja, dat is wel een uniek... Ja, je hebt hier gewoon iets unieks mee, want dat heeft gewoon niemand. Nee. En inderdaad, er zijn natuurlijk best heel veel kooiliefhebbers... Zeker. Die gewoon in een jaar of in zo'n seizoen 5 of 10 kilo voer gebruiken. Ja. En dan gaat zo'n zak open, dan staat dat open. Ja, ja zeker. Ja. Dus als je dat, jij hebt dat, dus daar zitten 5. Ja, dus het is per kilo verpakt in de 5 kilo verpakking. Als je er 10 kilo zou kopen, is dat gewoon 1 keer 10 kilo klaar. Maar in de 5 kilo? Ja, dus eigenlijk als je, stel je zou tussen de 1 en de 5 kilo vallen met je verbruik. Ja. Koop die 5 kilo zou ik zeggen, want dan heb je een betere prijs voor per kilo. Ja. En je kan het gewoon... Ja, het blijft langer vers. Het is gewoon zo. Ja. Goed over nagedacht. Ja. We hebben nu het assortiment besproken. En daarmee blijkt gewoon... dat zien we ook. We zitten bij jou in je magazijn. Je hebt best voorraad. Ja. Ik bedoel, dus dat zit goed. Maar wat je ook ziet, is dat je eigenlijk... je dekt het hele spectrum af. Dus niet alleen qua seizoenen, maar ook qua gebruikers en qua beurs. Ja. Je hoeft niet altijd... bedoel, high growth voer is natuurlijk duurder. Dus ook vanwege de ingrediënten. Ja. Maar een goede stapel en een wiedje, dat zijn gewoon normale, betaalbare voeren. Zeker, ja. Dat is natuurlijk ook voor veel hobbyisten gewoon belangrijk. Nou, zeker. Ik denk dat we daarmee ook wel een taartpunt extra kunnen pakken buiten de mensen die echt voor kwaliteit willen gaan. Ja. Ook voor de mensen die het er niet voor over hebben of niet kunnen betalen om echt... Gewoon niet willen. Nou ja, goed, ook goed inderdaad. Ja. Om zoveel geld neer te leggen zoals sommige voeren best prijzig kunnen zijn. Dat is gewoon zo. Ja, dat is wel het understatement van het jaar. Ja. Ja, dus maar goed, dan denk ik dat Aquamaster heel veel te bieden heeft voor die mensen. Ja. Heb je nu ook verschillende korrelgroottes op voorraad? Ja. We hebben een S en een L, maar ik communiceer altijd in millimeters. Omdat zeker als mensen vanaf een ander merk komen... Ja. Die net weer een andere maat hanteren aan de S of aan de L. Dus de S, nou goed, die is zeg maar 4,2, 4,6 millimeter. Zo'n korrel is nooit perfect, hè? Hetzelfde formaat. En dan hebben we de L... Die zit op 6,7 tot 7,2. Ja, in die range. Dat is voldoende eigenlijk. Ik kan ook wel stellen... Kijk, iedereen heeft daar ook weer zijn eigen visie op. Hè? Ook mensen met sukkervissen die willen alleen maar kleine korrel. En misschien ook weer andersom. Met kleinere vissen willen alleen maar grote korrel. Maar in de regel kan je stellen... Vanaf 25 centimeter kan je naar een grote korrel, mocht je dat willen. En dan zit je altijd goed. Ja. Ja. Als je nou, we hadden het er net al even over. Er zijn legio voeren te koop. Ook heel veel private labels. Dus je kan echt kiezen uit tientallen voeren op de kooimarkt in Nederland. Ik denk dat we zomaar aan de 500 komen. Ja, dat zou best eens kunnen. Ja. Maar er zijn eigenlijk maar een aantal voeren die je rekent tot de echte absolute top. Ja. Zou jij het aandurven om te zeggen dat Aquamaster zeker een topvoer is? Ja, ja. En dan kan ik een heel mooi pleidooi gaan houden over hoe en wat. Maar ik denk, we hebben het er net al over gehad, als je kijkt dat je 30 jaar lang een markt kan voorzien en ook alleen maar groeit daarin. Uiteindelijk consument moet tevreden zijn. En dan heb je in de kooi... wereld heb je heel veel lagen van mensen natuurlijk in wat voor eisen stellen. Maar als je dan ook kijkt op showniveau hoe Aquamaster meespeelt, weliswaar nog niet in Nederland, gaat veranderen. Maar in Amerika, in Azië, in Zuid-Afrika, hoeveel... ik sprak toevallig, dat is op Asje geweest een aantal jaar geleden, kwam er een jurylid naar mij toe. Hij zei, wat leuk dat jij hier staat. Hij zegt... Ik zeg, kent u het? Hij zegt, ja. Hij zegt, Zuid-Afrika. Hij zegt, er is niet anders. Of het is eigenlijk Hikari. Of het is Aquamaster. En op de shows, hè. Dus dat is superleuk. En dat geeft aan dat het goed is. Dat het klopt. Ja. En nu we het toch over de show hebben... Ja, komen we eigenlijk wel op een heel mooi moment. Zowel voor Kooikave als voor de sponsor. Wij zijn altijd wel heel erg van
het moet er goed uitzien. Ja. Je zal straks ook zien, het showterrein, ja, voor een eendaagse kooishow, dat is gewoon nog nooit vertoond in Nederland. Het ziet er gewoon uit als een meerdaagse show, maar dat doen we dan allemaal in één dag. Ja. Dus het wordt vlaggen, banners, alles wat je bij een kooishow kan bedenken, dat zal er zijn. Maar wat natuurlijk echt belangrijk is, dat is het showshirt. En ja, we hebben hier nu het Aquamaster showshirt. En dan ga ik het overhandigen. Kijk aan. Dus het is je maat. Het is mijn maat, super. Op alle shirts, daar staat je logo en het logo van de Koi Cave. Aan de voorkant. En de achterkant, ja, die is wel best wel prachtig. Heel mooi. De vissen die je hier ziet, dat zijn de topvissen van Drenthe, van Grun en van Friesland. Dat zijn allemaal ook hobbyisten, ja, die in de Koi Cave zitten en als Chapter Caveman aanwezig zijn. Heel mooi. Dus nou, alsjeblieft. Dankjewel. Super. Ja, echt leuk. Mooi gedaan. Ja. Ja, echt leuk. Nou, dan zo op z'n Japans, hè, gaan we met de duim omhoog.